Dat is helemaal bullshit verhaal wat ze vertellen. Ik had het geld al, los van de lening. Stel dat de overheid vandaag excuus maakt. Ze zegt, we hebben het bij het verkeerde eind gehad. Wat zou je dan willen wat ze doen? Nou, ik denk niet dat wij zo'n goede overheid hebben. Want zij zitten natuurlijk fout. Maar ik zie ze geen excuus aanmaken. Want zij zijn met veel bombardie binnengevallen. Mm-hmm. En zij dachten een panter te vangen of weet ik wat. Mm-hmm. Maar ze hebben niks. Dan komen zij met wat pietluttige dingen van... Ja, wij hebben een vervalsing van een coronatestje gevonden van 4 jaar geleden. Ja, dat is dus, als ze op al die punten gaan verliezen, dan zouden ze zeggen van ja, zie je wel, dat is toch iets valsheid in geschriften gepleegd. Ja, ja. Dus ik zie ze niet man genoeg daarvoor. Nee. Kijk, als je man genoeg bent, dan zeg je, luister, wij dachten van die heeft miljoenen of miljarden, weet ik het, wat ze dachten, zwart geld en we hebben niks gevonden. Ja, dan zouden ze gewoon zeggen van ja, goed, boekje dicht klaar. Nou, ze hebben een onderzoek begonnen in 2008. Dat is ook een mooie tijd terug, hè? Ja, wij zitten in 2024 nu. Uh-huh. Maar ze hebben een onderzoek begonnen in 2008 tot 2013. Uh-huh. Nou, dan hebben ze niks gevonden, zijn ze gestopt. Uh-huh. Dan zijn ze in 2018 opnieuw onderzoek herstart. Uh-huh. Tot 9 maart 2021, totdat ze bij ons in kasteel binnenvielen. Uh-huh. Dan hadden ze nog niks noemenswaardigs gevonden. Ja, wat pietluttige dingen was ze zeggen van weet ik wat, coronatestje heb jij vaker gebruikt, die negatieve en al dat flauwkul. En iedere keer iemand had nog hypotheekhandtekeningen nagemaakt, terwijl het niet van mij is. Maar goed, een paar pietluttige dingen waar ze denken de oorlog mee te gaan winnen. Dat is hun gedachte. Okay. En wat ik zeg, kijk, dat is absurd. Als ik jou uitleg hoe belachelijk het is, dan is niet te vatten. Dan lijkt Nederland echt een apenland. Ja. Als jij hier echt met zo'n bombardie binnenvalt en heel de issue, heel die bombardie dat ze maken gaat, vooral om geldbedrag gaat om het volgende. Wij hebben in 2014, goed luisteren, 2014, dat is 10 jaar geleden, wij zitten in 2024 voor alle duidelijk. In 2014 hebben we Hotel de Eldershans gekocht van ING Bank, ING Real Estate. Nou, toen wij het hotel kochten, hebben wij een formuliertje gehad, ik vertel het even in Jip en Janneke taal, hebben een formuliertje gehad. En daar moest jij invullen, rechtsboven, ik wil een lening van de bank bijvoorbeeld, of ik heb eigen geld. Nou, we hebben een vinkje gedaan, ik heb eigen geld, linksboven. Nou, dan zijn ze binnengevallen in 2021, niks gevonden. Jaren later, namelijk 1 jaar geleden, op 28 juli 2023, kwamen zij weer met veel bombardie beslag leggen op die 29 miljoen van ons. Of zoals zij het zeggen, 9 miljoen, dus 5,5 van mij en 3,5 van Sassan. Kwamen ze beslag leggen en het gaat om volgende. Zij zeggen, heel simpel, jij hebt in 2014 gezegd dat jij eigen geld had. Dan zeg ik, ja, en dan? Wat is het probleem? We hebben het gewoon gekocht en betaald en klaar. Die zeggen, nee, we hebben bij jou in de kelder van kasteel hebben wij een kladpapier gevonden, in Iraans geschreven. Die hebben we laten vertalen. En daar staat erbij dat jij 360.000 euro hebt geleend van jouw neef uit Iran / Canada. Dan zeg ik, ja, en dan, wat is het probleem? Ik heb het geleend, giraal, en ik heb het terugbetaald met rente, afgewikkelde zaak, klaar. Wat is het probleem? Die zegt, nee, jij hebt gezegd dat jij eigen geld had. Als jij had gezegd, 10 jaar geleden, tegen ING Bank, dat jij ging lenen bij jouw neef, dan had de ING Bank, Hotel de Eldershans, 10 jaar geleden, misschien, mogelijk, wellicht, maybe, niet aan jou verkocht. Echt, dat is belachelijk voor woorden. Ja, het is ongeloofwaardig, ongelooflijk, maar toch is dat zo. Dan zei ze, dan had die ING Bank misschien wellicht, mogelijk, niet aan jou verkocht. Nee. Nou, toen was ING, of toen was Hotel de Eldershans 500.000 waard. Sindsdien, alle salaris die jij hebt opgenomen, alle salaris die je hebt opgenomen van Hotel de Eldershans, die tellen wij als vervolgprofijt. Dus ook al heb je gewerkt, dan moet je voor niks hebben gewerkt. Ik begrijp het. De prijsstijging vanaf 10 jaar geleden van Hotel de Eldershans, die nemen wij ook als vervolgprofijt.
En nu komt nog het mooiste, want die zijn al belachelijk. Maar nu komt het mooiste. Dan zeggen ze, jij en Sasa hebben ook 7 miljoen euro en rekening couranten opgenomen. Dan slaan ze de plank volledig mis. Want de rekening courantverhouding van mij en HB24 BW, mm-hmm. waar die betrekking op heeft, ja. is nagenoeg nul. Nihil. Datzelfde geldt ook voor Sasan. Is nagenoeg nihil. Mm-hmm. Dus of HB24, ik weet het niet eens uit mijn hoofd, of HB24 moet een paar ton aan ons betalen. Ja. Dus we hebben zelfs te goed. Of wij moeten een paar ton aan HB24 betalen. Dat is echt nihil. Maar zij zeggen, kijk, je hebt in de loop der jaren heb je tezamen 7 miljoen opgenomen. Mm-hmm. Dus dat is ook vervolgprofijt. Dat is absurd. Dus bijvoorbeeld, ik ging een 500.000 opnemen om een pand te kopen bijvoorbeeld. Nou, dan neem je rekening courant op privé. Verkoop van de aankoop van de pand gaat niet door. Ja. Nou, volgende dag stort je 500.000 euro terug. Mm-hmm. Dus dan heb je per saldo rekening courant nihil. Die zeggen nee, die 500.000 die je hebt opgenomen, die tellen wij wel als vervolgprofijt. Die zijn helemaal gek. Dan slaan ze de plank volledig mis. Dan gaan ze ook volledig op nat. Mm-hmm. Dus met andere woorden, zij hebben niks. Ja. Maar ze gaan een hele bombardie en een iets creëren om iets te creëren. Ja, om ons in een verdomhoekje te laten staan. Terwijl ze daar volledig de plank mee misslaan. Mm-hmm. En dat is absurd. Ja. Maar tegelijkertijd hebben zij ook verschillende keren laten blijken dat ze heel graag willen schikken. Uh-huh. Ik snap dat ze willen schikken, want ja, als je niks noemenswaardigs hebt, uh-huh. dan wil je het gelijk schikken en klaar. Ja. Dus daar was ik niet zo happig op. Mm-hmm. Maar ja, kijk, ik ben ook niet de moeilijkste. Ik hou van te veel van Nederland om mij te laten verpesten of pesten door officier van justitie of mm-hmm. door het OM-apparaat of door afgunst en jaloezie van al die toestanden die men gecreëerd heeft. Mm-hmm. Het grappigste van het verhaal is ook nog, dus bij die 500.000 euro aankoop van Hotel de Elderschans, waarvan ze zeggen van je hebt 360.000 euro heb jij geleend. Het ja. grappigste van het verhaal is, op dat moment had ik op mijn lopende rekening 496.000 euro. Die kan ik zwart op wit op papier bewijzen. Uh-huh. Dus met andere woorden, concreet gezegd, ja, dat is helemaal bullshit verhaal wat ze vertellen. Ik had het geld al, ja, los van de lening. Stel dat je toch veroordeeld wordt na de inval. Wat ga je dan doen? Ja, dat klinkt heftig. Veroordeeld wordt. Als je kijkt naar een paar van die pietluttige dingen waar ze het over hebben. Van krabbeltjes verkeerd. 10 jaar geleden heb jij vinkje verkeerd gezet. Of weet ik het wel, dat soort flauwpunten. Ja. En dat zie ik niet 1-2 gebeuren. Ook al heb ik heel weinig vertrouwen in Nederlands mm-hmm. recht. En nou ja, ik zie dat niet gebeuren, maar stel je voor in theorie als zoiets gebeurt en dan moet je 10 uur afwassen in de keuken van een bejaardenhuis bij wijze van spreken, ja dan is dat maar zo, ook al is dat onterecht, ook al zie ik dat niet gebeuren, maar goed, zo is life, het leven is niet eerlijk en soms willen zij een voorbeeldfunctie aan Nederland laten zien van ja, die hebben wij opgepakt en een oogstboom gehangen en dit, dat. Terwijl ze een punt willen maken of een issue willen maken, want om de zoveel tijd is het is een cyclus, zeg ik mm-hmm. altijd. Hè? Dus van OM, dat zij om de zoveel tijd moeten een paar aan de hoogste boom gehangen worden. Dan is bijvoorbeeld een periode dat ze motorclubs mm-hmm. oppakken en die zijn as van kwaad en die moeten aan de hoogste boom opgehangen worden. Nou, dan heb je die motorclubs gehad. Nou, dan heb jij seksueel gebeuren. Marco mm-hmm. Bossato hebben we gehad, Ali B hebben we gehad, Linda de Molder. En zo kan ik er nog een paar opnoemen. Er zijn er veel kapot gemaakt door de overheid. Die moeten dan as van kwaad en die moeten aan de hoogste boom en noem maar op. Dan hebben we die periode. Ja. Nu hebben we een periode dat ze financieel gaan aanpakken. Ja, hypotheekfraude, valsheid in geschriften, veel bombardie. Mm-hmm. Het eigenlijk nergens om gaat. Ja. En ja, wat de komende periode gaat zijn, dat gaan we zien. Dan gaan ze misschien crypto boys aanpakken. Ja, of vastgoed boys aanpakken.
pakken of weet ik veel. Dus, en als je toevallig in die golfslagen tussen zit, in die net, wat bij mij is gebeurd. En je valt op. Ja, dan is dat zo. En opvallen is onze handelsmerk. Ja, daar hebben wij gigantisch veel geld mee verdiend. Dus dan moeten we niet opeens anders gaan doen. En wij zijn zoals we zijn, of je dat leuk vindt of niet. Nou, dat kan. Het is ham of kast. Je hebt twee keuzes. Of je vindt dat geweldig, wat wij hebben opgebouwd. Van een kamertje in het asielzoekerscentrum van 3x3, 9 vierkante meter. Tientallen miljoenen imperium opgebouwd. En wonen in enig kasteel van heel Zeeuws-Vlaanderen. Rijden in een Rolls-Royce, Lamborghini, Maserati, Ferrari en weet ik het wat allemaal. En vliegen met een helikopter en jet en alles erop en eraan. Nou, dat kun je leuk vinden. Mm-hmm. Dat is de ene kant. Of je hebt afgunst. Mm. Nou, eigenlijk interesseert mij niet. Dat, je houdt dat ik altijd. Ik leef mijn leven en iedereen die moet zelf weten wat hij ervan vindt. En ik hou me niet mee bezig.